Hi, superleuk dat jullie weer kijken. Ik ben aan het opruimen. Want ik heb echt weer een hele hectische week gehad. En ik heb dan de gewoonte om zeg maar van mijn hele kamer een bende te maken. En het kan, want ik heb overal prulletjes. Dus je zal heel snel rommel van mij zien. Dus ik ben er nu mee bezig. Ik heb al mijn was in een wasmachine gedaan en die is nu aan het draaien. Ik zie er lekker uit vandaag, not. Ik heb wel een nieuwe piercing. Ik weet niet of je hem kan zien. Ik vind hem echt super mooi. Die heb ik gisteren gekocht. En ik heb ook nog deze piercing. Piercing heb ik ook gekocht. Ik vind het licht. Vond ik ook echt super mooi. Dit is al de tweede keer dat ik een, hoe heet die? Helix heb. Volgens mij heet dat zo. Wel, ja. Ik ga jullie eventjes een beetje laten zien hoe mijn kamer eruit ziet. Het ziet er echt niet uit. Oh. Maar ik kan echt geen vrouw doen, want ik ben echt niet netjes. Totaal niet gewoon. Wel. Dit is dus hoe mijn bed eruit ziet. Ja, even scherp stellen. Want ik gooi altijd kleding op de grond. Dat heb ik nu even weggehaald. Nou, daar liggen dus mijn schoenen lekker rommelig. Mijn bureau ziet er op dit moment zo uit. Dit hier, dat is omdat ik als ik een foto maak of een filmpje waarbij ik zit, gebruik ik dit als voor nu nog als waar ik mijn camera op leg. Heel erg onprofessioneel, maar we moeten improviseren. Deze kledingrek is nog aardig vol, maar die andere is best wel leeg. Hier lekker alles erop gegooid, kan gewoon zo. Nou, zo ziet mijn nachtkastje eruit na een volle week. Oh, en dan dit mijn kast, hoe dit eruit ziet. Oh, dit kan echt niet. Nou, dit heb ik altijd zo, vond ik leuk. Maar bijvoorbeeld deze dingen zijn allemaal leeg. Het zijn allemaal lege flesjes. Dus eigenlijk moet ik dit gewoon allemaal helemaal veranderen. En zo ziet mijn make-up hoekje eruit. Ach, oh, kan echt niet. Echt, hoe kan een mens zo zijn? Ik haat mezelf echt soms. Dit is mijn outfit. Mijn kastjes zien er zeg maar zo uit van binnen. Dan haal ik even mijn schoenen weg. Kijk, dit kan toch niet. Dit zijn allemaal oude boeken en zo. Dit is nog allemaal van de middelbare school. En daar zitten mapjes van de basisschool nog. Ik wil dat allemaal bewaren. Maar als jullie dit laatje zien, dan gaan jullie echt huilen. Oh, paspoort. Schriften. Dit is van de rek. Die had ik zelf in elkaar gezet. Ja. Klussen van de week. Kan echt niet. Ja, dit vind ik wel schattig. Ben ik met mijn broertje. Lekkere bolletje. Ik ga lekker even een muziekje opzetten en ik ga jullie meenemen. Ik moet alleen even een hoek vinden in de kamer waar jullie mij een beetje kunnen zien. Ik ga wel even kijken. See you later.
Ik ben al klaar, maar mijn batterij is net opgegaan. Of tenminste, hij was leeg gegaan toen ik gewoon bezig was met opruimen. Maar ik wilde jullie even het eindresultaat laten zien. Ik wil binnenkort mijn kamer verven. Het liefst wil ik dat denk ik doen na de toetsweek. Want ik ben dat roze een beetje zat. En ik heb dat al echt sinds ik hier kan wonen. Dus toen was ik 10 denk ik. Dus ik ben er een beetje klaar mee. En ja, ik ga zo even gezellig naar mijn oma denk ik. Eventjes langs en dan bij mijn tante. En dan ga ik gewoon even lekker chill bij hun even zitten. Dit is de kast geworden. Ik heb hier nu gewoon mijn badspul dingen en mijn deo's en mijn lotions. En een unicura, want dat is altijd wel handig. Dat heb ik gewoon hier. Maar ik heb natuurlijk al dingen in de badkamer. Maar dit zijn gewoon mijn extra dingetjes. Dit is gewoon iets voller geworden. Maar voor mij is het gewoon overzichtelijk, voor jullie misschien niet. Hier heb ik gewoon mijn gezichtsverzorging. Luchtjes. En dat heb ik hier ook dan. Hier heb ik ook nog luchtjes. En hier, dit is zeg maar mijn haargedeelte. En dit is zeg maar voor na het scheren. Kan je een beetje olie sprayen. En ik heb een gevoelige huid, dus dat is altijd handig. Dit is nog gewoon nog steeds een sieradenhoekje. Ja, hier zat die lader. Ja. Dus iets. Deze heb ik trouwens van Twinkel gekregen. Uit India. Super lief. En het past nog precies erbij. Het is allemaal zilver. Dus okay, ik heb hier nu mijn nagellakjes. En dit is nog voor mijn make-up. Dit is gewoon wattenstaafjes. Dat is voor allemaal. Nou, daar heb ik gewoon make-up remover en zo. Nou, dit is gewoon een beetje verzorging uiterlijk extraatjes. Hier zijn mijn dvd's. Ja, Nemo zit er ook tussen. Ik ben gek op Nemo. Mijn bureau ziet er trouwens zo uit. Heel leeg, lekker rustig. Ik heb hier wat schoolboeken. Nou, mijn bed. Netjes, netjes, netjes. Dit is mijn nachtkastje. En ik heb altijd water. En vitamine C. Voor mensen die zich afvragen wat dit is. Dit is voor mij, omdat dit is zo'n zoutlamp. Ik heb last van voorhoofdholtontsteking al een paar jaar. En ben altijd verkouden. Dat kan je ook wel daar zien. Dus die doe ik wel eens aan. En dan kan ik wat vrijer ademen. Dat heb ik van moeder gekregen. Nou, ik heb altijd wel kaarsjes en een aansteker erbij. Nou, dat zijn mijn shirts, mijn broeken. Een beetje pyjama dingetjes daar. Zoeken. Hier is het trouwens leeg nu. Lekker leeg. Ik weet nog niet wat ik met dit ga doen. Weggooien denk ik. Of als iemand hem wil, mag het hebben. Het is denk ik niet zo boeiend voor jullie om te zien hoe ik mijn was doe. Ik kan misschien ooit een keer wat tips geven voor mensen die hun was nog niet zelf doen en het wel willen doen. Maar laat dat maar achter in de reacties. Nou, voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En volg ook alle andere drie helden, want die hebben ook heel veel leuks voor jullie. Fijne dag nog. Ik hoop dat jullie een leuke dag hebben of een leuke dag tegemoet gaan. Ik weet niet wanneer jullie dit kijken. En ciao!